net te laat. Ik dacht dat er een rood sein was. Maar dit is een keteltrein. Ja. 9:57. Ja, je hoort net de omroep zeggen, dit is de Intercity 2026, helemaal naar Hamburg-Antona. Door een flinkse vertraging rijdt hij hier nu minste binnen. En het materiaal is IC-mod. En met een dikke, groerige bouwrij 101. En aan de spoor 9 gaat een RE2 naar Düsseldorf en het materiaal is een dostel. Ons half uurtje Münster zit weer op, onze trein komt er weer aan en die nemen we tot aan Wippertal. Kunnen we toch nog mee? Nou, terugweg wordt nog leuk, want dan gaan we met de ICE mee. Allereerste generatie ICE. Nou, onze eerste trein die we gaan spotten hier in Wuppertal is een type die ik niet ken van de Duitse baan. Type materiaal wat ik zelf niet ken, dus hier van S-baan trein van de Rijn-Ruhr. Ga naar Oberbarmen. En de volgende trein wat gaat is een Flirt 3XL van Abellio Rail. En die gaat naar Wuppertal Volwinkel. Het is voorbij, de trein komt eraan. Een dikke ICE. De eerste generatie, want ik zie de panorama rijtuigen al. Nageluid.